je weer kijkt. Zoals je al aan de titel kunt zien, heb ik vandaag mijn make-up set voor jullie. Waarom nou? Nou, dit is gewoon zoveel aangevraagd. Echt niet normaal. En ja, elke keer zei ik weer van, nee, dat kan niet, want het is een bende en ik heb nog geen opbergbakjes waar ik het in kan bewaren. Maar het probleem is opgelost, want zoals je al in de vlog kon zien van het shoppen in Utrecht met Suzanne, had ik opbergbakjes voor mijn make-up gekocht. En daar ben ik echt super blij mee, want nu kan ik dus eindelijk mijn make-up stash aan jullie laten zien. Ik denk trouwens dat de meesten van jullie wel weten wat een make-up stash is. Maar voor degenen die het niet weten, zal ik even kort uitleggen wat het is. Ik laat gewoon mijn make-up collectie zien. De producten die ik dus in bezit heb. Ook laat ik zien waar ik het in heb opgeborgen. Dus in welke bakjes of welke doos. Het is niet zo dat ik echt helemaal op in de producten ga. Want anders duurt die video gewoon veel te lang. Maar ik laat wel een beetje zien waar wat ligt. En wat voor soorten merken ik bijvoorbeeld heb. En wat nou echt een favoriet van mij is. En ja, als jullie trouwens aparte video's willen. Bijvoorbeeld van alleen mijn lippencollectie. Of mijn oogschaduwcollectie. Noem maar op. Dan mogen jullie dat altijd achterlaten in de comments. Want ja, in zo'n aparte video ga ik natuurlijk wel echt in op de producten die ik heb. En wat ik er nou precies van vind. Maar ja, om dat van mijn hele collectie te doen is natuurlijk een beetje te gek. Ik ben sinds ongeveer een paar maanden ben ik pas echt into de make-up. Eerst had ik wel make-up en vond ik het wel leuk. Maar niet zoals dat ik het ja, nu heb. Want nu ben ik er gewoon echt helemaal verliefd op make-up. En ik vind het gewoon zo leuk. En elke keer wil ik weer wat nieuws. Dus jullie moeten er niet van uitgaan dat ik echt super veel make-up heb. Want ja, dat kan niet in een paar maanden. En ik werk natuurlijk ook nog niet. Dus zoveel geld heb ik niet te besteden. Maar ja, ik vind wel dat ik wel een leuke collectie heb voor mijn leeftijd en voor mijn doen. Dus ik hoop ook dat jullie het leuk vinden om te zien. En dat jullie de producten een beetje mooi vinden. Ik zelf vind het altijd super leuk om naar make-up stashjes van mensen te kijken. Ja, ik vind het gewoon leuk om te zien wat voor producten ze hebben. En ja, blijkbaar vinden jullie dat ook heel erg leuk. Dus ik hoop dat jullie mijn stash een beetje leuk vinden. Maar ja, laat ik nou maar snel beginnen met het laten zien van mijn make-up stash. Want anders denken jullie ook van, hou eens op met dat geklets. Ik wil je make-up gewoon zien. Ja, dat snap ik ook wel. Ik hoop echt super erg dat jullie deze video leuk gaan vinden. Ik wens jullie echt super veel plezier met het kijken naar deze video. Tot zo in mijn make-up stash. Doeg! Nou, dit is het dan. Het hoekje waar ik mij elke dag opmaak. En waar niet alleen make-up staat, maar dus ook nog meer. Hier staan wat haarproducten die ik eigenlijk wel dagelijks gebruik. Of ja, ik wissel meestal om. Als jullie hier nog een aparte video van willen, moeten jullie dit gewoon even achterlaten. Dan heb ik hier mijn parfumcollectie. Ook hier geldt hetzelfde voor. Als jullie hier een aparte video van willen, mogen jullie dit achterlaten. Dan heb ik hier al mijn reinigingsproducten voor mijn huid. Mijn dagcremes, handcreme heb ik hier staan. En gewoon gezichtswassers. En ook hier nog wat lipglossjes. Noem maar op. Ook als jullie hier een aparte video van willen, mogen jullie dat gewoon altijd achterlaten. Maar ja, deze video gaat natuurlijk om mijn make-up en die ga ik nu aan jullie laten zien. Dit is het. Hier is mijn everyday bakje. Hier staan wat kwasten. En hierachter in deze bak zit ook nog allemaal make-up. Hier ook nog. En hier ook nog. En dat ga ik zo allemaal laten zien. Maar ik begin vandaag met mijn everyday bakje. Dit is mijn everyday bakje. Hij komt van de Xenos en hij kost maar 5 euro. En hij is gewoon super fijn en leuk. En gewoon, ik ben er super blij mee. Ik ga vandaag als eerste beginnen met de onderste lade van mijn everyday bakje. Nou, dit is dan mijn onderste bakje van mijn everyday bakje. Als eerste zie ik hier een apocalyp liggen. En deze van Rimmel London in de kleur 01 Celestial. Dit is echt zo'n hele mooie draagbare elke dagskleur. Vandaar ligt die hier dus ook. Verder ligt er nog een compact poeder van Essence. En deze gebruik ik echt elke dag nadat ik mijn foundation heb aangebracht of mijn BB cream. Omdat anders mijn gezicht gewoon veel te veel gaat glanzen. En ja, dit is dan echt mijn redder in nood. Dan heb ik hier verder nog een lippengloss van een lipgloss van Essence. En ik hou niet zo van lipglossjes. Maar ja, dit is wel echt een hele fijne. Want het is namelijk met een mat effect. En hij ruikt naar spekjes. En het is gewoon een hele mooie draagbare kleur. Dan heb ik hier nog een lipliner van de HEMA. En ook deze gebruik ik echt gewoon dagelijks. Voordat ik mijn lippenstift aanbreng. Dan tonen mijn lippen gewoon wat mooier, vind ik zelf. En dan heb ik hier nog een oogschaduwmonertje van Essence. En deze zit ook in de winactie. Het is gewoon een prachtige kleur. En het pigment is echt super. Maar ja, dat wisten de meeste van jullie denk ik al als jullie de winactievideo hebben gekeken. Want ik ben er namelijk heel erg enthousiast over.
Dan heb ik hier verder nog een blush van Catrice liggen van een limited edition. En deze is ook echt super mooi voor de winter. En ja, vandaar ligt die hier dus. Verder ligt hier nog een eyeliner, een liquid eyeliner van Essence. Deze is echt super fijn en die gebruik ik echt als ik eyeliner gebruik, gebruik ik deze altijd. Behalve als ik ga zwemmen, dan gebruik ik een waterproof versie die ik zo ga laten zien aan jullie. En als laatste ligt hier nog een Essence Long Lasting Eye Pencil in de kleur 01 Black Fever. Dit gebruik ik voor op mijn waterlijn of voor onder mijn oog. Onder mijn oog toont mijn oog dan iets groter en op mijn waterlijn toont mijn oog juist iets kleiner. En dan is dit alweer het onderste bakje van mijn Everyday. Dit is het bovenste deel van mijn Everyday bakje. Aan de rechterkant heb ik hier een lipstick staan van Essence in de kleur 07 Natural Beauty. Dit is namelijk echt een hele mooie kleur die bij heel veel mensen staat. En die gebruik ik echt super vaak en vandaar staat hij hier. Dan ligt hier een hele mooie blush van de Ethos. En deze heeft verschillende kleurtjes, maar het is gewoon een mooi zacht roze kleurtje. Het is een hele draagbare kleur die ik heel vaak gebruik. Wat ook echt niet kan ontmissen of ontbreken is een highlighter. En deze is van Catrice en dit is echt mijn favoriete highlighter op het moment. Het is een beetje een licht roze kleurtje, dus je kan hem ook gebruiken als blush als je het niet te wilt. En deze is van een limited edition van de Visionary. En ja, deze is gewoon echt heel erg mooi. Dan aan de linkerkant zie ik als eerst een baby lips. En deze is van de Dr. Rescue lijn. Altijd voordat ik mijn lipstick opbreng, breng ik eerst een lipbutter, lippenbalsem of gewoon dit aan. En meestal gebruik ik deze op dit moment dan. En vandaar staat hier. Hij is echt heel erg fijn. En het is in de kleur Just Peachy. Dan heb ik hier iets van Miss Porty staan. En dit is een instant lip color and shine. Oftewel gewoon een lippenpotloodje, maar dan in de vorm van een lip. Dus het voelt aan als een lipstick. Maar ja, de grootte is natuurlijk een beetje iets dikker als een lippotlood. En dit is gewoon super fijn. Want, oh mijn god. Damn motherfuckers. Eww. Oh, dit heb ik echt elke keer als ik dit ding pak. Dit is echt een minpunt aan het ding. Godverdomme. Oké, ondanks dat ik hem elke keer laat vallen en dat hij er nu gewoon niets meer uitziet, is het een heel mooi kleurtje en een hele fijne lippenstift, potlood in één. Dan heb ik hier nog twee lipsticks staan en de eerste is van Catrice. En dit is echt een hele mooie kleur, namelijk een Ultimate Shine kleur in de kleur Pink a Berry. En deze is gewoon echt prachtig. Het is een beetje een roze-rood kleurtje met allemaal mooie glittertjes erin. Dus het laat het echt heel erg mooi glanzen op je lippen. Dus deze kan ook echt niet ontbreken. En dan heb ik hier nog een Kiko lipstick. En dit is in de kleur 916. En dit is gewoon een heel mooi kleurtje. Het is een beetje een bruin nude kleurtje met een beetje shimmertjes erin. En deze is gewoon heel draagbaar. En vandaar staat hij hier dus. Dan heb ik hier achter. Heb ik een oogschaduw monootje. Of monootje. Ik bedoel een oogschaduw paletje. Van Essence. Een Quattro Eyeshadow in de kleur 05 To Die For. En deze gebruik ik echt elke dag. Die kleuren zijn gewoon heel draagbaar. En vooral deze gebruik ik heel veel voor op mijn wenkbrauwbot. En daar zit ook al een hele deuk in. Dat kunnen jullie nu niet zo goed zien. Maar ik weet het wel. En deze kan dus ook echt niet ontbreken. Dan heb ik hierachter een BB cream staan. En deze is van Catrice in de kleur 020 Rosy Beige. En deze is gewoon zo mooi. Hij dekt heel goed. En hij is gewoon perfect nu, mijn kleur dan. Alleen je kan hem niet meer kopen. Hij is alweer even uit het schap. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar ja, ik gebruik hem wel best wel vaak als ik geen zin heb in foundation. Dan ligt daartussen, wat jullie niet konden zien, ook nog een camouflage cream van Catrice. Oftewel een concealer. En deze is gewoon zo fijn. Hij is in de kleur 010 Ivory. En deze gebruik ik bij elke look wel. Omdat hij gewoon zo goed dekt. Hij is gewoon budget. En het is gewoon echt mijn favoriete concealer op het moment. En vandaar ligt hij hier dus. Hij kan echt niet ontbreken in mijn routine. Heb ik hiernaast nog mijn favoriete foundation op het moment. De Rimmel Match Perfection in de kleur 100 Ivory. En dit is gewoon nu op dit moment echt mijn kleur qua foundation. Hij dekt super. Ik heb nog wel een beetje concealer nodig. Maar verder is die gewoon perfect. Dus kan die ook echt niet ontbreken. Het is echt een aanrader. Dan heb ik hierachter vooral oogdingen liggen. Hier heb ik bijvoorbeeld een mascara. En dit is echt mijn favoriet op het moment. De Volume Million Lashes So Couture van L'Oreal. En deze maakt mijn wimpers echt super mooi lang. Laat het niet klonten. En die huls al. Wauw. Hij ziet er gewoon super mooi uit. Het is echt mijn favoriet. Nog een favoriet is deze MAC lipstick. De matte lipstick in de kleur Pink Plate. En wauw, dit is echt een heel mooi kleurtje. Deze hebben jullie ook voorbij zien komen in mijn
Valentijn's tutorial look. En deze is gewoon zo mooi. Het is een beetje een donkerroze kleurtje. En hij staat me echt heel erg mooi, al zeg ik het zelf. Hij is gewoon, bij heel veel mensen staat hij gewoon prachtig en hij ruikt lekker. Hij is dan wel iets duurder, maar ja, het geld is het ook wel echt waard. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik hier nog een eyeliner, een liquid eyeliner. En deze is van Catrice en dit is een waterproof versie. Dus als ik ga zwemmen gebruik ik deze. En vandaar kan die echt niet ontbreken bij mijn everyday. Ook al gebruik ik hem niet elke dag. Als ik ga zwemmen gebruik ik hem dus wel echt elke keer. Omdat hij gewoon heel erg fijn is. Dan heb ik hier mijn favoriete oogschaduwbasis. Namelijk van Essence, de I Love Stage. Ik heb serieus maar één oogschaduwbasis. Misschien vinden jullie dit een beetje raar. Maar ja, als ik één goede heb, waarom zou ik er dan 5 kopen die ik misschien niet gebruik? Dus vandaar staat hij hier. Ik gebruik hem elke dag als ik oogschaduw opdoe. En dat is eigenlijk wel bijna elke dag. Dus deze kan ook echt niet ontbreken. Dan heb ik hier ook iets wat ik elke dag gebruik. Namelijk de Catrice Less Brow Designer. Oftewel een wenkbrauwgel. Ik teken nooit mijn wenkbrauwen bij, zoals jullie misschien wel weten. Omdat ze gewoon donker van zichzelf zijn. En anders ziet het er gewoon te nep uit. Maar ja, om het een beetje in model te brengen kan geen kwaad. En daarvoor gebruik ik deze. Dus deze kan ook echt niet ontbreken. Dan zijn dit alweer de laatste twee producten van mijn everyday bakje. Als eerste heb ik hier een transparante lipliner van Essence. En ja, als ik niet wil dat mijn lipstick kleurtje een beetje een andere kleur krijgt, gebruik ik deze. Omdat deze gewoon super fijn is. En ja, gewoon geschikt als ik dus niet wil dat mijn lipstift een andere kleur krijgt door de lipliner. En vandaar kan deze ook echt niet ontbreken. En dan als allerlaatste, wat ook echt een favoriet van mij is en wat niet kan ontbreken, is deze Essence Stay All Day Concealer. Staat op dat hij 16 uur lang blijft zitten. Dat is natuurlijk gelul, maar hij blijft wel lang mooi zitten. Ik gebruik hem voor onder mijn ogen, bij mijn neus en op mijn kin. En de kleur is gewoon perfect voor mij en hij is gewoon super mooi. Hij dekt gewoon mooi voor onder mijn ogen en zo. En ja, daardoor ligt het een beetje op. Hij is niet geschikt voor puistjes voor mij dan, want ja, daar zie ik ze gewoon doorheen. Daarvoor gebruik ik de concealer van Catrice. Maar voor die andere dingen is deze gewoon perfect. En deze kan daarom ook echt niet ontbreken in mijn everyday bakje. Dan ga ik jullie straks eerst deze bak laten zien. Maar voordat ik dat doe, begin ik eerst met het laten zien van mijn kwasten en mijn overige mascara's. Ik bewaar mijn kwasten in een leuk bekertje van de Starbucks. En dit zijn mijn kwasten. Ik heb deze en dat is een mooie fluffy kwast. En deze gebruik ik voor mijn poeder. En deze gebruik ik voor mijn blush. Hier heb ik een wimperkruller. Mijn beauty blender kwast. Of kwast, ik bedoel spons. En deze kan echt niet ontbreken. Dan heb ik hier nog gewoon een leuk sponsje zitten. Hier heb ik nog een bronzer, fluffy kwast dinges. Hier een concealer kwast. En dit, de rest, is allemaal oogschaduwkwasten. Behalve deze is een foundation kwast. Maar dit zijn allemaal oogschaduwkwasten. Ik ben niet zo heel erg blij met mijn kwasten. Ik wil namelijk heel graag de kwasten van Real Techniques. Maar in winkel in de buurt bij ons weet ik gewoon niet waar je ze kan kopen. Maar alleen op internet kan je ze bestellen. Tenminste, je kan ze volgens mij in Eindhoven kopen. Maar ja, dat is veel te ver vanaf hier. En ik mag niet meer van mijn moeder op internet bestellen. Dus ik hoop zo dat ze binnenkort een keer in Utrecht of zo krijgen. Want dan ga ik echt mijn slag slaan en dan koop ik ze. Want ik vind ze zo fijn. Tenminste, ik weet het niet. Maar iedereen is er zo enthousiast over. Dus ik wil ze gewoon super graag. Maar ja, dit zijn mijn kwasten. Dan heb ik hier nog een leuk schattig potje met allemaal mascara's erin die ik fijn vind. Bijvoorbeeld deze en deze is van de Action. Ook al is het van de Action, hij is echt super fijn. En dan heb ik hier nog een van Essence, van de Primark, van Essence, van Essence. Hier nog een waterproof versie van Essence. En ja, deze is dan weer van de Action. En ja, ik ben echt heel erg fan van Essence, zoals jullie wel zien. Maar de mascara's zijn gewoon super fijn. En ik vind ze er gewoon zo leuk uitzien. Oh my god. En deze ziet er ook zo gaaf uit. En deze ook. Ik vind mijn mascara's gewoon super leuk en fijn. En vandaar heb ik ze hier neergezet. Dit is de spiegel die ik gebruik. En ja, deze heb ik ook nieuw. En deze komt van de Xenos. En hier ben ik gewoon super blij mee. Maar ja, dat heeft natuurlijk niet heel veel met make-up te maken. Dus nu ga ik deze bak laten zien. Deze bak komt van de Action. En ik vind hem zo fijn. Hij was volgens mij maar 2 of 3 euro. En ik heb hier dus een aantal make-up productjes in zitten. Die ik aan jullie ga laten zien. Maar eerst heb ik hier nog een Essence Come to Town
Shimmering Body Powder. Dus het is voor je lichaam. Het zijn dus glittertjes. Maar ik gebruik het vooral voor highlighter. Voor op mijn jukbeenderen. Of gewoon voor wat glittertjes op mijn armen. Of op mijn décolleté. Maar deze vind ik gewoon heel erg leuk. En ik vind hem wel leuk hier staan. Maar ja, nu ga ik echt verder met deze bak. Nou, ik heb het bakje er even uitgehaald. En ik ga nu een beetje snel door de inhoud heen. Hier heb ik bijvoorbeeld een mascara van Essence. En dit is een paarse kleur. En die vind ik wel heel erg leuk. Ik gebruik het niet heel vaak, maar ja, ik vind het wel een leuk kleurtje. Dan heb ik hier bijvoorbeeld nog twee oogpotloodjes van Essence van de Come to Town Limited Edition. En deze zijn super goed gepigmenteerd. En ik vind ze heel erg leuk om te doen voor een feestje of een speciale gelegenheid. Dan heb ik hier bijvoorbeeld nog een gel eyeliner van Max & More, dus van de Action. Dan heb ik hier nog een eyeliner van Essence van de Sun Club Limited Edition. En deze is waterproof. Hier heb ik dan nog een mascara van Clinique. En deze is ook heel erg fijn. En deze neem ik, denk ik, als ik op vakantie ga, neem ik deze mee. Omdat het gewoon een kleine verpakking is. En dat is heel erg handig. Dan heb ik hier bijvoorbeeld nog een grote mascara liggen. En deze van Catrice. Die gebruik ik niet heel erg vaak. Ik vind hem niet zo fijn. Maar dan heb ik hier bijvoorbeeld een van Essence. De Isle of Extreme. Die vind ik op zich wel weer fijn. Maar hij was zo groot dat hij hier niet meer tussen paste. En ja, verder heb ik hier nog een mascara. Hier nog een mascaraatje van Lancôme. Hier nog een klein lippenpotloodje. Nou ja, noem maar op. Dit is gewoon de inhoud met allemaal mascara's, oogpotloodjes, af en toe wat lippenpotloodjes. En dat zit dus in het eerste bakje van dit kastje, laadje, alles, hoe je het ook moet noemen. Dan is dit de inhoud van het tweede laadje. En hier heb ik mijn overige lipsticks in. Hier heb ik er twee van Essence, de Love Me en de Om de Catwalk volgens mij. En dan heb ik hier nog twee van de Come to Town editie. Ja, ik heb er heel veel van gekocht. Maar ik vond het gewoon hele leuke producten. Deze twee lipkleuren zijn heel erg mooi. Dan heb ik hier nog vier lipsticks van de Action. Hier nog één van Tease. En hier heb ik nog een Apocalypse die heel erg mooi is. Alleen wel heel donker. Dus ik kan hem niet elke dag naar school gaan dragen bijvoorbeeld. Maar voor een feestje is die wel heel erg geschikt. Je moet alleen wel oppassen bij zo'n kleur. Dat je eerst een lippenpotlood gebruikt. Anders ziet het er gewoon niet uit. Dan is het gewoon niet recht. En dit is in de kleur 304 Eclipse. En ja, dit was dus de inhoud van mijn tweede bakje. Dan heb ik hier het tweede bakje. En hier zitten vooral gezichtsproducten in. Bijvoorbeeld highlighters, blushes, bronzers. Ik heb er niet zo heel veel. Maar degene die ik heb vind ik erg fijn. Bijvoorbeeld deze van Piet Zwaai. De Perfect Face All Over Illuminator. Deze hebben jullie voorbij zien komen in mijn shoplog van de DM. Het is dus voor over je hele gezicht. Voor een, voor een make-loze tint, oftewel een make-uploze tint. Ik gebruik hem vooral voor highlighter, want ik heb geen zin in een gezicht vol met glitters. Dan heb ik hier een blush van de Action die heel erg mooi is. En dan heb ik hier bijvoorbeeld nog van Essence een multicolor powder. Ik weet alleen niet wat hier het effect voor is. Weet iemand hoe ik hiermee moet gaan? Moet ik dit over mijn hele gezicht doen? Of als bronzer? Laat het maar even achter in de comments als je dit weet. Dan heb ik hier nog iets van Essence, de Mattifying Compact Poeder. Ook deze vind ik heel erg fijn. En deze gebruik ik voor mijn gezicht af te poederen. En dan als laatste heb ik hier nog een bronzer. En deze is van Fizz. Ook deze hebben jullie meerdere malen in mijn video's voorbij zien komen. Ook deze vind ik super fijn. Ik denk dat ik trouwens binnenkort diegene van Rimmel London ga kopen. Dat is ook een hele mooie matte bronzer. Maar ja, op dit moment gebruik ik deze dus wel af en toe als ik mijn gezicht shape. En deze gewoon heel erg fijn. En dan was dit alweer de inhoud van dit pakje. En dan zijn we dus alweer klaar met het pakje van de Action. Ik heb niet heel veel make-up zoals ik al zeg. Maar de producten die ik heb vind ik toch wel leuk om aan jullie te laten zien. Dan zijn we nu alweer aangekomen aan de laatste bak waar make-up in zit. Zoals jullie zien heb ik mijn everyday bakje en mijn mascara bakje en mijn kwastenbakje even weggezet. Anders kon ik dit moeilijk allemaal laten zien. Maar dan gaan we nu verder met deze bak. Deze bak komt van de Xenox, net zoals het everyday bakje. En deze hebben jullie voorbij zien komen in de vlog van afgelopen keer met Suzanne het shoppen in Utrecht. En hier ben ik echt heel erg blij mee. Volgens mij is het officieel geen make-up doos. Maar ja, ik vond het er wel geschikt voor. Ik vind het alleen jammer dat het 50% kortingstickertje er niet meer afgaat. Dat is dus echt een minpunt. Maar ja, nu ga ik natuurlijk de inhoud van deze bak laten zien. Als eerste begin ik even met de producten die op de bak staan. En hier heb ik bijvoorbeeld een popcorn lip scrub. Deze gebruik ik serieus echt elke dag. Hij past niet meer bij mijn everyday bakje. Vandaar heb ik hem hier opgezet. Dan kan ik er ook makkelijk bij. En dit is een popcorn lip scrub. En oh, dit is zo lekker.
Oh my god, het kost wat, maar dan heb je ook wat. Je scrubt je lippen ermee, je lippen worden super zacht. Vervolgens lik je het lekker van je lippen af, omdat het eetbaar is. Het is gewoon een heerlijk spul. Jammer genoeg, het is een limited edition. Maar ja, hier kan ik wel even mee vooruit. Deze kan je trouwens kopen bij Lush. Dan heb ik hier mijn oorbellen liggen. Ik gebruik deze echt elke dag. Het heeft niks met make-up te maken, maar ik leg ze hier op omdat ik deze oorbellen elke dag indoe. Dan heb ik hier twee Vaseline lipbalsams en deze zijn allebei heel erg fijn. Dit is de Rosy Lips en dit is een limited edition, de Queen Bee. Deze ruikt naar honing en deze ruikt een beetje naar roosjes en allebei zijn ze super fijn en verzorgend. Dan heb ik hier de verpakking van mijn geliefde mijn MAC lipstick. Deze is namelijk gewoon super mooi, de verpakking, en vandaar heb ik hem gehouden. Bij andere lipsticks heb ik dat niet hoor, maar deze vond ik gewoon zo leuk en ik ben er gewoon heel erg trots op. Dan heb ik hier nog twee lipglossjes en deze heeft mijn oma een keer meegebracht voor mij uit een tassenmuseum. Ik gebruik ze niet super vaak, maar ik vond ze er wel heel erg schattig uitzien. Dan heb ik in dit doosje van Clinique al mijn overige lipbutters, labello's, lipsmakkers. En ik ga nu even snel de inhoud aan jullie laten. Ik heb vier lipbutters van Nivea. Ik doe Nivea liggen. En dit is de Blueberry, de Raspberry Rose. Hier nog een labello liggen en dit is de Fruity Shine Cherry. Ook deze is super fijn en gebruik ik heel erg vaak. Vooral trouwens als ik geen lippenstift op doe, doe ik deze op omdat hij gewoon super verzorgt en laat een heel mooi rood glans achter, rode glans. Dan heb ik hier een lippenbalsem van Balea, de kerstsmaak. Hij is wel fijn op zich, maar ik vind hem niet super. Dan heb ik hier nog een labello lippenbalsem. Ik weet echt niet hoe je het moet noemen, maar dit is de Vitamine Shake Acai in World Apple. Hij heeft een beetje een aparte geur, maar ik vind het op zich wel fijn. En dan de rest van mijn inhoud. Oh my god, het ruikt al helemaal naar Chupa Chup en lipsmakkers. Nou, hier heb ik dus al mijn Chupa Chup lipsmakkers. En ik heb ook nog een andere lipsmakker die niet van Chupa Chup is. En deze is namelijk van Aladdin, of van een Disney dingetje. En de kleur Perry Magic. En die smaakt echt super lekker en laat allemaal glitters achter. En ik hou echt heel erg van lipsmakkers. Ze smaakt allemaal zo lekker. En dit was het inhoud van dit pakje met al mijn lipverzorgingsproducten. En dan als laatste staat hier nog een overgebleven Kruidvat Care en Shine Lip Balsam, of hoe ik het ook moet noemen. En ja, deze past niet meer in dit bakje, dus vandaar heb ik hem hier neergezet. Ook deze vind ik super. Hier bij mijn verzorgingsproducten nog iets voor je lippen. En ik wil dit toch nog even aan jullie laten zien. Als eerste vind ik het tasje zo schattig. Deze heeft mijn tante voor mij gemaakt. Ik heb er jammer genoeg alleen een beetje wat dingetjes op gemorst. Maar ja, dat kan de pret niet bederven. Hij ziet er gewoon super leuk uit. En dan ga ik nu de inhoud even laten zien. Ik heb hier lipglossjes in. Bijvoorbeeld deze van Essence. De gloss in de smaak Strawberry Cheesecake. Deze is echt super fijn. Verder heb ik hier nog eentje van geen merk, maar van Holy Peach heb ik eerst gekregen. En deze, die ziet er ook heel leuk uit. En wat van merk het is. Hier nog even Max & More. Nog even Max & More. En hier nog even Max Lows. Nou, zulke dingetjes dus. Ik vind het allemaal best wel fijn. Ik gebruik ze alleen niet echt vaak, want ik ben niet zo van de lipglossjes. En daarom was ik het ook bijna vergeten te laten zien. Maar dan gaat het nu om de inhoud natuurlijk. We beginnen vandaag met het onderste gedeelte van de... Hier heb ik mijn paletjes ingelegd en wat overige dingen die niet meer in de bak pasten. Hier heb ik bijvoorbeeld twee paletjes van MUA, oftewel Makeup Academy. Twee hele mooie. Het Undress Me Too. En volgens mij zit het Ever After. Oh nee, het Matte Palette bedoel ik. Ze zijn allebei super mooi, mooi gepigmenteerd. Dit is echt mijn favoriete paletje. Maar deze kan ook echt niet ontbreken. Dan heb ik hier aan deze kant nog een vreselijke BB cream van SoMe. En ik haat dat ding. Die is gewoon niet goed. Niet mijn kleur en hij dekt voor geen meter. Hier nog een CC cream van Max & More. Nog een foundation poeder van Max & More die heel fijn ook is. En nog een Catrice Omed Plus Shine Control Foundation. Ook heel fijn. Dit is trouwens allemaal heel fijn, behalve die dan. Maar deze en deze zijn nu niet mijn kleur. Die gebruik ik vooral in de zomer. Vandaar heb ik ze ook hier gelegd en niet hier. En dan heb ik hier nog een testertje. En die heb ik nog nooit gebruikt. Dus I don't know of die fijn is. En ik denk dat de kleur een beetje te donker is. Namelijk 140 Golden Beige. Maar ja, misschien word ik wel heel bruin in de zomer. En kan ik het toch een gok geven. Een kans geven. Als laatste nog mijn twee W7 paletten. Namelijk het In The Night en In The Buff. Allebei heel mooi en super. Ja, ik heb ze super vaak gebruikt. Ik vind ze namelijk gewoon super. Als jullie willen dat ik hier een tutorial mee opneem, laat het vooral achter in de comments. En ja, dit was dus de laatste inhoud van mijn onderste gedeelte. En dan ga ik nu verder met het bovenste gedeelte. Zoals jullie zien heb ik de bovenste inhoud heb ik even op de grond gelegd, anders kreeg ik de bak niet open. Maar ja, dit is dus de bak van de inhoud. Ik heb hier drie laadjes in zitten en ik ga één voor één, laat ik even zien wat er een beetje in zit. De voorste lade
Wauw, oh mijn god. In de voorstelaren heb ik mijn concealer, foundation, BB creams, noem maar op. Bijvoorbeeld hier het concealer paletje van Catrice, die is heel fijn en gebruik ik super vaak, tenminste alleen dit kleurtje dan. Hier heb ik nog een BB cream van de Sporty, hier nog een All My Plus foundation van Catrice, hier nog eentje van Max & More, een cover stick, niet heel fijn, maar oké. Hier nog van Essence een Say No Redness, dus een anti-road stick. En hier nog een primer van Essence, die heel fijn is. En dan hier nog een photo finish foundation, die veel te donker is. En dan hier nog een concealer stick van Catrice. En dan is dit alweer de inhoud. En dan hebben jullie nu echt al mijn gezichtsproducten gezien. Het is best wel een hoop voor mijn doen dan. Maar ja, ik gebruik het niet altijd allemaal. Maar ja, ik heb het wel allemaal wel eens gebruikt. Hier heb ik allemaal losse oogmonentjes in gedaan. Wat er heel weinig zijn. En twee, als eerste twee Max & More Baked Eyeshadows. Eigenlijk drie bedoel ik. En deze vind ik allemaal heel erg mooi. Het pigment is niet super, maar ze zijn wel mooi. En dan heb ik hier bijvoorbeeld nog een Essence Mono in de kleur 76 Pink Me Up. Deze is gewoon super leuk. Hier bijvoorbeeld nog een Essence Pigment, die ook heel erg mooi is. Hier nog een los oogschaduwmonotje van Essence. Hiervan ben ik de deksel kwijt. Maar het pigment is wel heel erg mooi en deze gebruik ik dus wel regelmatig. Hier nog een Essence Metal Glam oogschaduwtje. En hier ben ik ook heel erg blij mee. Hij is super mooi. En ja, hier ben ik gewoon super blij mee. En dan heb ik hier nog een Miss Sporty oogschaduwmonotje. En dan is dit alweer de inhoud van mijn monotjes en zo. Ja, het zijn er super weinig. Ik weet het. Maar ik heb er pas heel veel weggegooid. Omdat ze gewoon niet meer uitzagen. Dan heb ik hier als laatste nog wat oogschaduwpaletjes, gewoon wat kleintjes. Bijvoorbeeld deze van Essence van de Sun Club. En deze is gewoon super mooi voor in de zomer. Die gebruik ik dan ook echt heel vaak in de zomer. Het zijn prachtige kleurtjes met mooie shimmertjes erin. Dan heb ik hier nog twee paletjes van de Essence Come to Town edities. En deze heb ik ook in de winactie gedaan. Die is echt super mooi. Maar ja, deze is ook heel erg mooi. Dat is ook een Quattro eyeshadow. En het pigment van deze twee is gewoon heel erg mooi. Dan heb ik hier nog twee kleine oogschaduwpaletjes van Catrice. Allebei zijn ze heel erg mooi, maar jammer genoeg uit de collectie. Maar ja, ze zijn wel echt heel erg mooi. En als laatste heb ik hier nog twee cream blushes van Essence. Weer van de Come to Town editie. Ja, ik heb echt alles gekocht. Ik weet het, ik ben soms een beetje gek. Maar oké, ik vind dit hele mooie kleuren. Het is alleen wel een beetje lastig uit te blenden. Maar ja, je kan het volgens mij ook voor op je lippen gebruiken. En als je wat meer tijd hebt voor je make-up, dan is dit zeker leuk om uit te proberen. En dan was dit alweer de laatste bak van mijn make-up collectie. Nou, nu heb ik dus alles aan jullie laten zien. En nu zullen jullie misschien wel denken, waar is alles gebleven? Nou, dat staat dus helemaal mooi hier. Dat ga ik straks allemaal mooi opruimen. Maar ja, ik ga nu weer verder met nog een klein praatje houden. En nog wat uitleg over alles. En nee, eigenlijk helemaal niet. Maar ja, nu kunnen jullie mij weer te zien. Dus tot zo op de camera met mijn hoofd. Dus ha. Ik hoop dat jullie trouwens mijn sessie een beetje mooi vonden. Ik vind het best wel weinig. Maar ik heb wel echt alles laten zien. Dat is wel leuk. Dus. Nou, dan was dit alweer mijn make-up stash. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Zoals ik al zei, het is niet super veel, maar ja, het is ook niet heel erg weinig. Het is gewoon normaal. Kijk, als ik straks wat ouder ben en ga werken en wat groter word met YouTube, dan kunnen jullie verwachten dat ik veel meer make-up heb. Ik neem sowieso over precies een jaar ongeveer, of misschien aan het eind van het jaar alweer, een update op van mijn make-up stash. En ja, waarschijnlijk liggen er dan al veel meer producten bij. Dus ja, dat lijkt me wel heel erg leuk om dan eigenlijk te zien. En als je nog tips of ideeën hebt, laat het vooral achter in de comments. Want ja, ik wil gewoon dat mijn video's beter worden en prettig worden om naar te kijken. En dan heb ik natuurlijk wel tips of ideeën van jullie nodig. Ik ben best wel benieuwd of jullie ook producten hebben die ik in mijn stash heb liggen. Laat het vooral achter in de comments. En ja, ik ben wel benieuwd wat jij van het product vindt. Ik wil jullie trouwens bedanken, want ik heb nu alweer 618 abonnees. En ik had er gisteren 560 of zo. En nu dus alweer 618. Het gaat echt als een trein. En ik vind het zo leuk. Dus ja, ik denk dat over anderhalve week of over twee weken is alweer de uitslag van de winactie. Omdat het gewoon super snel gaat. Ik ga trouwens binnenkort een Ask You opnemen. Oftewel, ik ga allemaal vragen die jullie hebben gesteld, ga ik beantwoorden. En dat lijkt me wel heel erg leuk. Zo komen jullie wat meer over mij te weten. En het lijkt me gewoon leuk om te filmen. Dus heb je nog vragen die je al heel lang wil weten over mij? Of over beauty, fashion, food?
Laat maar weten. Vraag het vooral dan in de comments aan mij. En wie weet komt jouw vraag dan in de SQ voorbij. Vond je het nou leuk? Laat er vooral een duimpje omhoog achter. Dat maakt me gewoon helemaal blij. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je altijd op de hoogte wil blijven wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En gewoon meer van zulke soort video's wilt zien. Ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat je de volgende keer weer naar mijn video's komt kijken. Alvast heel erg bedankt daarvoor. En tot de volgende keer. Doei!